han hade som skäl då att det skulle vara gruppen skulle utvecklas. Så det var viktigt för oss med att utvecklas så att stämningen var god på jobbet. Så att hon då som arbetsledare ljög och sa att det var jättebra. Fast hon inte tyckte att It's all new to me in a way, so it's in a way it's a bit complex to understand the structure and and what we're doing. Sometimes it's hard to see where we're actually heading, what we're heading for. So it's just it's a big process right now. Thank you. Just nu så är det lite förvirrat och svårt, men det är konstigt, det är kul att prata, lära sig lite, höra hur andra tänker. Men vi har till samtal. Vi får fler frågor än svar. Och räddar våra perspektiv. Inser att vi inte hade det så klart för oss som vi trodde. C'est une façon de structurer un peu le début du dialogue. Un exemple, quelqu'un que tu suis comme animateur, et puis tu demandes à tous les participants d'écrire leur propre jugement pour voir immédiatement les différences. Et maintenant, c'est question de se mettre d'accord, de se trouver quels arguments sont meilleurs que les autres pour dire oui ou non. Je peux vous assister aussi, j'ai décrit une structure très structurée à partir de ceci pour avancer dans le dialogue sur pratique avec un groupe dans une classe par exemple. Ok, à première vue, on est d'accord sur la première question. Hein? Est-ce qu'il a menti? Si j'ai bien vu, tout le monde dit la même chose. Puisqu'il a menti quand on a dit ça. Oui, parce que rouge n'est pas orange, c'est un mensonge pour la même raison. Elle a menti, oui, car elle a refusé la finalité. Elle a menti, un mensonge, une raison, soit de ne pas dire la vérité. Si c'est menti.
C'est vrai? D'accord sur la trône. C'est un fait objectif. Cette question, c'était quelqu'un qui disait à son team. C'est face à mes responsabilités dans ma relation d'amitié. Ou bien que c'est au cas des deux. Je ne sais pas si on a la conscience qu'on se protège plus soi que l'autre. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont on peut prendre conscience quand on est acteur dans la situation. Je ne sais pas ça. Mais vous pouvez vous dire que c'est plus pour le cas. Personnellement, je pense que... Oui, mais d'abord, on va... Est-ce que vous pouvez vous dire... Non, c'est pas un problème. C'est ça qui est là, à laquelle je m'attends. Weet je niet dat dat mijn ziel wegneemt? Ja, nu is dat veel beter. Het was fantastisch. Alles was fantastisch hier. Natuur, zon. Ja, eenden, waar zijn ze? Ah, ze gaan even. Even, ja. Wandelingsje maken. Dat was een fantastische cursus. Wat kan ik zeggen? Dat was fantastische mensen. Ik heb heel veel plezier gehad en ik heb ook iets geleerd. Christophe is ook fantastisch. Ja, ik zeg over professionele, zeker eigenschappen. En, oei, dat is niet voor het publiek. Ja, ik kan wel.
Weet ik dat omdat als ik kijk naar de wat dat er allemaal in onze kasten hangt en in onze huizen en in onze kasten ligt om te eten, dat er heel vaak dingen zijn die we niet gebruiken, die we niet echt nodig hebben. En ik probeer ook te recycleren. Maar toch merk ik dat daar van de specialist. Ik wil niet die stap maken van ik wil wel naar de kringen gaan, maar op ieder specialist bewust met het omgaan en wat ik koop, zelf heb ik dan echt nodig of niet. Dat ik mezelf die vraag zal stellen. En ik zie ook andere mensen, als je ziet naar van mensen allemaal. Allemaal om goed gevoeld hebben. De hun vragen gaat naar een specialist. Dat wij, dat hadden wij. Honderd jaar geleden zijn. Waarom zou een specialist die dat alleen gaan? Wat is eigenlijk zelf? Hoe weet ik dat ik zelf een keuze maak? Wanneer maak ik zelf een keuze? Als waar ik uitkom, dat is niet ten koste van. Hoe weet ik zeker dat het een ander is? Als ik niet een goed tijd moet leven. Wat versta je eigenlijk zelf? Waarom zeg je je moet je keuzes kunnen maken? Nou, je ook kunnen zeggen, maar je moet zelf je keuzes kunnen maken. Wat is wat het betekenis van dat zelf? Ik wil dat. Ik ben ik begonnen met de leervraag van wat voor soort vragen heb ik nodig om waarde bij mensen naar boven te halen in een gesprek. En op een zodanige manier dat ze daar wel een verhaal over gaan vertellen. Ik heb daar toch wel een van de dingen over geleerd. Hoewel ik wel al een heel klein beetje bekend was met het Socratische gesprek. En het toch wel, zeker een verdieping gekomen in daarover. En heb ik nog meer, ik denk dat ik nu eindelijk wat meer grip heb op soorten vragen, hoe dat werkt. Dus mijn tweede vraag was ook wel welke strategie heb ik nodig. Dat zit eigenlijk in die methode, denk ik. Dus in die zin is de methode, denk ik, wel een goede manier om naar aan de slag te gaan. Ja. Het schema dat nastreef toen ik hier kwam was dat ik minder vanuit empathie zou gaan reageren en meer taalkundig. Ik ben er flink naar de studie geweest dit weekend. Ik merk dat ik nog steeds neig aan die empathische kant, maar het eerder herken bij mezelf. En dat ik wel een handvat heb gekregen om op een andere manier mijn vragen te gaan stellen. Alleen die zijn nog niet geautomatiseerd, dus daar zal ik nog flink mee moeten stoeien. Verder vind ik het, de methode waarmee we hebben gewerkt, dat je tot een stemming komt en daar argumenten bij zoekt, vind ik erg zinvol. En ik denk dat dat ook helpt om mij, ik heb gehoord dat ik nieuwe middelen aangereikt wil krijgen, dat dat voor mij wel een nieuw middel is om op een andere manier naar zaken die ik wil bespreken te kijken. Dus niet alleen problemen, maar ook het algemeen onderwerpen die ik wil aankaarten. Vragen leren stellen om mensen mee eigenaar te maken van het proces van de samen te doen. Ik heb daar zeker dingen over bijgeleerd. Al moet ik zeggen dat ik zo hetgeen over het laatste gedaan heb nog heel erg zoekende ben wat dat zou kunnen betekenen en hoe ik dat zou kunnen inzetten. Maar ik heb nu ook wel zo het idee van ik ga ook in plaats van zelf vragen te stellen, denk ik in mijn groepen van mensen ook mensen zelf oefeningen laten doen in vragen stellen.
hun mede-eigenaar te maken. Dat je ook merkt dat het al een heel sterke methodiek is. En mijn tweede, wat ik noemde, was om thuis mijn huisgenoten zelf weer tot oplossingen te laten komen. Ook daar, ja, denk je dat we bevragen in verschillende contexten kan, van thuis is of professioneel. Dus ook gebleken door een van de voorbeelden, dat loopt eigenlijk helemaal door elkaar. Wat mij misschien wel had geholpen in deze twee dagen, moesten we in het begin een beetje kort een uitleg hebben gehad over wat is het Socratisch gesprek. Want ik was op een gegeven moment het wat kwijt, omdat ik dan het oplossingsgericht had en ik zag daar heel veel gelijkenissen. En dan gaandeweg werd het voor mij dan toch iets anders. En ik heb dat wel nodig om goed te weten wat de bedoeling altijd is. Mijn doelen. Eigenlijk, ik wil bereiken wat ik wil met de vragen die ik stel. Ik kan vandaag nog niet evalueren of ik dat bereikt, want dat gaat later. En als ik een ervaring heb, ook wel met mensen te praten eigenlijk. En dan, ik wil mijn gedachten disciplineren. Ik wil mijn disciplineren. Ik wil gewoon mijn gedachten ophouden. En leren. Dus ik heb een beetje, ik wil dat veranderen. En dan, ik wil beter kunnen communiceren met België. Maar je bent geen Belg, hè? Ja, dat gaat een beetje beter. Nee, als ik alle grappen rond de tafel kan begrijpen, dan is het 100%. Vandaag is het 50%. Nou, dan, maar dat gaat goed. Ik vind dat heel leuk. Ik wil mensen beter begrijpen. Dat is wel gebeuren. Dat is wel gebeuren. En ja, dat was een bepaalde verwondering. Ik had een bepaalde verwondering dat mensen zo verschillend zijn. En dat is een, ja, en ik kan zo gemakkelijk en door open in de andere wereld van de mens. Ik dacht dat het bestaat zo sterk dat België gesloten zijn en zo. Maar blijkbaar is het niet zo. Je moet gewoon een sleutel. Ik was de sleutel hebben, dus eigenlijk, ik kan een vraag stellen, zo krijg je ze.